In een eerder filmpje over een duurzaam Erasmus Museum was ik op de research laboratoria van het Erasmus Museum. Nu sta ik bij het diagnostisch lab en ik ga hier praten met Christian Raamakers. Hij is klinisch chemicus en we gaan het hebben over de duurzame ideeën die hier leven. Chris, fijn dat we hier mogen zijn op Welkom. Het diagnostisch laboratorium van het Erasmus Museum. En jij bent klinisch chemicus. Yes. En je bent hier ook medisch coördinator. Ja. Wat gebeurt hier op dit lab? Ja, ik weet het wel, want ik heb hier vroeger ook gewerkt. Maar wil je het even uitleggen voor degene die naar dit vlogje gaan kijken? Ja, we zijn hier dus, wat je al zei, op het diagnostisch laboratorium. Wat hier gebeurt, het zijn eigenlijk bloedonderzoeken. Dokters die vragen iets aan om bij een patiënt te laten meten. Dat bloed wordt afgenomen, dat komt naar het lab toe. En hier op dit laboratorium meten wij allerlei stoffen in het bloed. Ja. En helpen die dokter met het maken van zijn diagnose. Ja. Dus hoeveel buizen bloed gaan hier nou per dag doorheen? Per dag? Oeh, dat zijn er echt een heleboel. Volgens mij zijn het iets van 7000 buizen per dag die hier doorheen gaan. Die zijn niet alleen maar voor dit laboratorium, maar die worden verdeeld over de verschillende laboratoria die zich in deze NB-toren bevinden. Maar dit is een beetje de centrale plek waar dat allemaal binnenkomt. Ja, dit is de hub. En van hieruit gaat het voor een groot deel naar het diagnostisch lab hier, maar gaat ook naar andere afdelingen toe. Ja. Ja. Okay. Nu begreep ik dat jullie goed hebben nagedacht over al die processen. Mm-hmm. En dat jullie eigenlijk onverwachts op een heel mooi duurzaam initiatief kwamen. Klopt, wil je daar wat over vertellen? Ja, klopt. Ja. Het gaat om dit buisje. Ja? Dit is een buisje waar wij glucose in meten voor patiënten. En dat is eigenlijk het enige wat we in dit buisje doen. Glucose meten. Dus geen leverfuncties, nierfuncties? Nee, dat doen we weer in een andere buis. Okay. Dat doen we waar we in principe ook een glucose in zouden kunnen meten. Nou is het zo dat... Want glucose blijft het meest stabiel in dit buisje. Dat weet je nog heel goed. Nou is het zo dat de aanvragers ook niet heel erg op hun achterhoofd gevallen zijn. Die zeggen, ja, er hoeft alleen maar een glucose in te gemeten te worden. Dus ik doe daar wat minder bloed in. Want ja, weet je, die patiënt is natuurlijk ook belangrijk voor ons. Wat we heel vaak kregen was deze buisje met te weinig bloed in. Okay. En die viel dan een beetje uit ons geautomatiseerde proces. Dus die moesten handmatig worden opgepakt, handmatig worden afgedraaid en handmatig op deze apparaten gezet worden. Ja, ja, ja. Ja, dat was dus voor ons een verstoring van het proces. Ja. En dat vinden wij nooit leuk. Nee. Verstoringen van processen vinden wij nooit leuk. Daar worden we niet blij van. Dus op een gegeven moment zijn we gaan nadenken van, is het nou echt niet mogelijk om deze buis uit te faseren? En de glucose gewoon te meten in de buis die we toch al op dit apparaat zouden gaan zetten, om daarin die glucose te meten. Nou, dat hebben we kwalitatief bekeken en dat was mogelijk. Dus we konden eigenlijk met goed fatsoen, met behoud van kwaliteit, die buis uitfaseren. Oké, dus dat betekent dat er bij een patiënt normaal 4 buizen zouden moeten worden afgenomen en nu nog maar 3? Precies. Okay. Precies. Okay. En hier gaat ongeveer 2 ml in als je hem goed vult. Dus dat bespaart ook nog eens een keer volume bij een patiënt. Dus als je dat uit zou rekenen op jaarbasis voor alle patiënten die hier komen en hun bloed op dit lab laten onderzoeken. Ja. Wat bespaar je daar dan mee een aantal buizen? 100.000 buizen. 100.000 buizen op jaarbasis die we niet hoeven te gebruiken. Die we niet hoeven te gebruiken. Daarmee, zo'n buisje weegt 6 gram. Mm-hmm. Ik heb het laatst nog even gewogen in voorbereiding op deze vlog. 6 gram keer 100.000 is 600 kilogram plastic. Ja, en dat is normaal ook allemaal ziekenhuisspecifiek afval. Hè? Daar werd in een vorig vlogje naar gekeken. Het is geen gewoon afval. Nee. Maar ziekenhuisspecifiek afval in van die blauwe tonnen. Ja, of die grijze tonnen van Peter Roedoe. Van de vorige. Ja, precies. Waardoor dit ook minder kostbaar is om te verwerken. Okay. Het buisje kost 12 cent. Ja. Dat is ook met een kostenbesparing. Ja. En voor de patiënt, wat betekent het daarvoor? Nou, ik heb het uitgerekend, wat ik al zei, 2 ml buisje, 2 ml bloed in dit buisje. Dat is toch op jaarbasis 2000 liter bloed. Wat we bij alle patiënten die wat hier komen niet meer af hoeven te nemen. Ja. Dat is een zwembadje vol. Een zwembadje vol. Ja, een zwembadje vol. Ja, precies. Oké, okay, heel zinvol zoiets. Ja. Wat is nou jouw duurzame tip voor Erasmus Museums? Wat ik zou willen meegeven als tip is dat, en met name naar andere laboratoria, kijk ook eens goed naar het hele proces. Ja. Niet alleen maar naar je proces op je eigen laboratorium, maar wat is nou het belangrijkste... Van aanvraag tot uitslag. Precies. Okay. Precies. Okay. En dan kunnen daar zomaar hele duurzame initiatieven uitkomen. Precies. Mooi. Dat is zo. Mooi. Christian, dankjewel. Graag gedaan.